Horizon Zero Dawn werd 2 jaar geleden voor het eerst getoond en ontketende meteen een enorme hype. Op de site kun je al een tijdje lezen of de game zijn beloftes waarmaakt, maar nu kun je ook zelf aan de slag met je pijl en boog. Wat moet je weten over deze nieuwe PlayStation 4 exclusive? Wij zetten de meest belangrijkste feiten op een rijtje voor je. De wereld van Horizon Zero Dawn ademt mysterie. Van onze moderne maatschappij ontbreekt elk spoor. De mensheid leeft in de wilde natuur en is in stammen ingedeeld. De zeer religieuze Nora leven in het zuidoosten van de jacht, terwijl de Carja de landen in het westen domineren. Je verkent tijdens je tocht een enorme spelwereld die bovendien ook veel variatie kent. Mother's Embrace is een prachtig en bosrijk gebied, terwijl het midden van de map dorre ravijnen en stoffige vlaktes kent. The earth was plunged into darkness and was reclaimed by nature. Samen met het vergaan van de wereld zijn er mysterieuze machines opgerukt. Hoewel ze uit metaal en bedrading bestaan, gedragen ze zich echter als levende wezens. Ze doen daardoor aan herten en koeien denken, terwijl andere machines dan weer dinosaurustrekjes vertonen en zich als velociraptors gedragen. Overal in de wereld vind je die machines. Kom je te dicht in de buurt, dan vluchten ze in paniek weg of vallen ze juist aan. Het leren kennen en uitbuiten van de vele machines staat dan ook centraal in Horizon Zero Dawn. Zorg er maar voor dat je gauw een broadhead van een scrapper kunt onderscheiden. De gameplay van Horizon Zero Dawn komt je vast wel bekend voor. Je verkent de enorme open wereld, jaagt daarbij op machines en op dieren en gebruikt hun resources om nieuwe spullen te craften. De machines ga je te lijf met heel wat creatieve wapens. Je pijl en boog zijn je standaardwapens, maar je hebt ook een ropecaster. Daarmee schiet je harpoengewijs touwen in machines om ze neer te halen en dan met je speer de genadestoot te geven. Of je steekt ze in de fik met je sling, want waarom ook niet? Jij speelt als Aloy. Die roodharige meid is deel van de Nora-stam. Nou ja, min of meer dan toch. Ze werd namelijk opgevoed door Rost. Hij is eveneens een Nora, maar werd door de stam verbannen. Waarom precies, dat wil niemand je zeggen. Horizon Zero Dawn legt een sterke nadruk op het verhaal. Je gaat heel vaak in gesprek met andere personages en hebt daarbij ook de keuze uit verschillende dialogen. Het verhaal is daarbij gepend door niemand minder dan John Gonzalez. Hij schreef eerder het verhaal van Fallout New Vegas en verzorgde de dialogen van de mysterieuze Mr. House. Guerrilla culture really hasn't changed that much over the years. It's a very ambitious culture. It's a fearless culture. We want to pursue the kind of games that we want to make, and I think quality is always key. The people that we bring in are very passionate, very quality-led, and that goes for the old crew as well as for the new hires. De ontwikkelaar van Horizon Zero Dawn zit maar op luttele kilometers van je af. De studio van dienst is namelijk Guerrilla Games, de Nederlandse ontwikkelaar die onder andere ook de Killzone games maakte. Na de 4 hoofdgames in de Killzone-reeks vond de Amsterdamse studio dus dat het tijd was voor verandering. Maar hier is ook nog een leuk weetje. Guerrilla Games heeft nog voor de Killzone games ook de enorm donkere en bloederige game Shellshock NAM67 gemaakt. Dat was het alweer, 5 dingen die je moet weten over Horizon Zero Dawn. Waar kijk jij het meeste naar uit in de game? Laat het ons vooral weten in de comments, druk op die like-duim en vergeet vooral niet te subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. Tot de volgende keer!